Hey hallo allemaal, leuk dat je kijkt. Mijn naam is DJ Fluffy vs Joe. En vandaag gaan we weer Agrarian Skies spelen. Ik denk dat het aflevering 15 is, maar ik weet het niet zeker. Want ik ben een beetje de tel kwijtgeraakt. Ja. En ik had bedacht om te kijken hoe ver ik kom. Om voor vandaag een Applied Energistics systeempje op te starten. Aangezien we al een wand hebben, een beelderswand. En dan wil ik gewoon kijken hoe ver ik kan komen. Dus het hoeft niet zo fancy te zijn met autocrafting. Maar ja, ik wil wel kijken hoe ver ik kan komen. Zoals ik al zei. En daarvoor hebben we nodig, ik denk, iron en goud. En wat spullen van hier. In ieder geval één zo'n ding. En laten we eens een cutting tool gaan maken. TNT. Volgens mij wilde ik ook TNT maken. Oké, nou. Laat ik dat ook maken. Volgens mij was dat voor Magix. Weet ik dat niet helemaal zeker. Misschien wilde ik wel een TNT generator maken. Dus ik ben er niet helemaal zeker van. Wat ik nou precies wilde met die TNT. Heb ik ook vergeten. Ik heb ook geen nood voor mezelf achtergelaten. En ik heb ook niet de vorige aflevering gekeken voordat ik deze ging spelen. Dus ja, mijn voorbereiding is nul. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, we maken er wel gewoon een leuke episode van. Dus laten we het lekker Engels doen. Even kijken, we hebben sticks nodig. En iron. Oh, die had ik hier dan neergelegd. En een Certus Quartz. Doe ik dat goed? Nee, we hebben dan 1 iron hier nodig en 2 Certus Quartz. Dat zou ook kunnen. Ja, dat is hem. En als je meer Certus Quartz wil, dan kan je zand in een zand zeven. Dan heb je kans op Certus Quartz. Wij doen gewoon het zand in de Atominous Activator en dan wordt het zelf gesaved. Samen met de dust. We hebben ook heel veel redstone nodig. En het allereerste dat we nodig gaan hebben voor Applied Energistics is natuurlijk een controller. En dat typen we dat even in. Controller. En die maken we met een advanced processor. Dat is een dingetje wat je in de oven moet doen. En dat is een cutting knife, een silicon, 2 redstone en een diamond. En hoe komen we hier aan? We kunnen dus 8 rol plastic bij elkaar gooien. Of we kunnen een Certus Quartz of een Nether Quartz in de oven doen. En ik heb niet zoveel zin om een rol plastic te maken. En ja, kijk, ik kan hier gewoon dit in de oven doen en dan zijn we er ook. Ik doe 31 en geloof me, ze komen op, ze gaan op. Kool hebben we ook nodig. Hoppakee, dat gaat onder in de oven. Dan hebben we nog een diamant nodig. Daar hebben we er 7 van. Goed, ik kan niet eens zo'n ding neerleggen. Die daar. En dan 2 redstone. En redstone is ook iets wat we heel erg nodig gaan hebben. En een silicoon. Of een silicon. En dan hebben we dit. En dit kan in de oven. Heb ik binnen nog een oven vrij? Ik heb binnen nog een oven vrij. Weet je wat? Ik gooi die daar ook gewoon bij. Hoppakee, alles bij elkaar. Geen gezeik, geen gezeur. Dankjewel. Ik zie dat ik 2 wands heb. 1 volle en een lege. Dus ik hou die volle bij me. Die hou ik in mijn hotbar. Mocht ik nou een beest doodmaken, dan gaat die energie van dat beest, die gaat dan in de wand komen. Dat is echt super handig. Nou. 1 advanced processor. Dan hebben we nog deze dingen nodig. Er hebben we Nether Quartz voor nodig, Redstone en Certus Quartz. Daar hebben we er precies 4 van. Dat is goed nieuws. En dan hadden we nog redstone nodig, dacht ik. Ja. Vier redstone. En nether quartz. En dat krijg je door soul sand te saven. Dus dan gaan we dat maar even doen. Misschien is het makkelijker als ik voor mezelf een saveje maak. Dus een extra saveje. En dan... Zo, 1, 2. Dan hebben we hout nodig. Sticks nodig. Oh, ik heb sticks. Waar is dat ding? Hier. Oké, dit is de kist waar de nether quartz uitkomt. Dat kan wel hier. Nou, eens kijken of we nog een autonomous activator kunnen maken. Daar hebben we 2 dia voor nodig. En 2 emeralds. En volgens mij 2 infar. Weet ik dat niet helemaal zeker, maar auto. Ja. En een servo en een chest. Nou, ik doe precies verkeerd om. Piston. Oh, moet ik eerst een piston maken. Nou, doe het wel even met item. Zal ik gelijk een servo maken. Ook maar met item, want ja, dat heb ik toevallig bij me. Hoppakee. En wat zit mijn inventory van me? En dan nog een chest. En die daar. Piston. In het midden. Dan deze hier. Deze hier en deze hier. Oké. Autonomous activator. Juist. En dat is hoe je hem niet moet neerzetten. Zo, en nu kan je natuurlijk afvragen van, hé, maar hoe vang je nou al die troep op die eruit komt? En daarvoor hebben we nog iets nodig. Appelsap onder andere, om niet dood te gaan. Heel belangrijk, niet dood gaan. Zo, dat is wel even genoeg. En je hebt iets, als je item intypt... heb je een apparaat en dat heet een item collector. En dat is een machine frame met 4 plastic sheets en een kist. Het is eigenlijk niet zo duur. Het kost wat glas, wat goud, dus ik zal wat goud pakken. Oh, ik heb goud. Mooi. Nou, dan gaan we een machine frame maken. Weet je wat, volgens mij kunnen we dit gewoon shift klikken. Kunnen we niet, want we hebben geen glas. Goed, Fluff. Denk na. Machineframe. En het mooie is, je krijgt ook gelijk 8 van die dingen. En het enige wat ik tekort kom is 1 plastic. Oh, maar dat kunnen we hier maken. Item collector. 8. Nou, die zet ik hierop. En volgens mij kan je die gewoon aansluiten met een pijp. En dan kunnen we er een kist naast zetten. Deze kunnen we hierin. En ja, we hebben ijzer zat. Laten we er een ijzeren kist van maken. Zo. Ik hoop ook dat jullie de vorige aflevering leuk vonden. Daar heb ik een muziekje bij gezet. Dat ga ik ook bij deze doen. Mocht je het muziekje irritant vinden, ja, sorry daarvoor. Mocht je het leuk vinden, ja, laat me het weten in de comments. Ik ga geen dubstep eronder zetten. Ik wil gewoon een muziekje wat niet afleidt, continu hetzelfde is en je helemaal gek maakt. Dus dat zijn de eisen. Heb jij zo'n muziekje, dan wil ik het best eronder gooien. Oh ja, en het moet niet herkend worden door YouTube als van, hey, dit is muziek van die en die artiest. Dat is ook één van de eisen. Oké, nou, ik had redstone gepakt voor Applied Energistics. Maar blijkbaar had ik niet genoeg gepakt, want ik moet allemaal dingen erbij behouden. Zoals servo, nog een servo, ja, die had ik al gebouwd. Zo. Ja, want wat gaan we nu doen? We gaan ervoor zorgen dat de items ook in de kist gaan. Dus die zo, die mag opzuigen. En ik wil alleen soul sand. Dus whitelist, soul sand. Hoppakee, die hierin. Dan wil ik hier alles uit en aan de bovenkant een blauwe, dat betekent de ingang. Als het goed is zit die soul sand in. En je ziet particles eronder en dat betekent hij is aan het saven. Goed op weg. Oké, de soul sand die hierin zit kan er ook uit. En die kan bij die andere. En dit is niet de bedoeling. Misschien moet ik de kist er gewoon naast zetten, dat dat beter is. Zo. Maar wel 3 nether quartz, kijk, dat is goed. Daar doen we het voor. 4 nether quartz, hoppakee. Nou, dat betekent dat ik mijn... hoe noem je dat ding? Kan maken. 1, 2, 3, 4. Controller. Ding, geval. En zo zie je maar hoe snel je aan nether quartz komt. En ik heb niet eens een nether portal. Oh wacht, daar hebben we deze dingen voor nodig. En nog 3 redstone. Fuck it, ik pak gewoon alle redstone. Zo, hoppakee. 4 van die. Dit ding in het midden. Die doen we zo en dan de rest iron. En we hebben een ME-controller. Daar hebben we eigenlijk geen ene fuck aan nog, maar geen zorgen. Als het goed is staat er in het boek iets over... ik ook iets met een quest die ik af heb. You're a wizard. Oh kijk. Deze heb ik af. Claim reward. Met een reward back en dan kan 64 dirt. Is goed als je net begint. Op dit moment heb ik er niet zoveel aan, want de dirt komt gewoon serieus uit mijn afval van mijn farm. Maar hey, leuk dirt. Hadden we nog een reward, zag ik. Deze. Ik weet niet wat... beter is. Ik pak altijd die rode, ik weet niet welke wat doet. Altijd checken of het een goed hart is en geen rotten hart. Reward back met alle discs en die vallen uit mijn inventory, want ik heb geen plek om ze allemaal te bewaren. Ik doe ze al hierin. Die mag daar ook in. Oh, 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 wat een teringzooi heb ik ervan gemaakt. Is het nu goed, hè? Is het nu goed? Moet je maken schoon. Want het is, overal is troep, weet je, is nu goed. Zo, die erbij. En dan hebben we die reward ook achter de rug. Deze dingen heb ik ook heel even niet nodig. Refresh. Zo, die kunnen ook in de kist. En ik was bezig met het boek en toen was ik afgeleid door Magix. Voor de hoarding, ik denk dat het deze is, ja. Daar hebben we een aantal dingen die we moeten maken. Een ME-drive, een crafting terminal, een 1K storage, een precision export bus en een precision import bus. En die moeten we allemaal craften. Oh nee, ik moet ze gewoon in mijn inventory hebben. Het maakt niet uit of ik ze craft of niet. Maar ik denk dat ik ze moet craften, want ik heb geen idee hoe ik ze anders moet maken. Dus laten we er maar voor gaan. De ME-drive, die heeft volgens mij 2 gouden. Ik maak in ieder geval wel 2 dingen nodig. En met dingen bedoel ik natuurlijk processor assemblies. Hoppakee. Duurt lang. Key of binding. Laten we het ook even ME-drive, ME-spatie. Daar krijg je een heleboel van Applied Energistics en andere dingen. En wij hebben nodig de drive, ME-drive. Hier heb je hem. Ja, wat ik zei, 2 basic processors. Wat glas, een kist en wat ijzer, dus dat ijzer kan ik weer terugpakken, en een kist. Hoppakee, E-drive, shift-klik, ME-drive. Alsjeblieft, dankjewel. Ik weet niet wat ik die andere heb gedaan. Oh, die ligt hier. Zo, naast elkaar. Het volgende wat ik nodig heb, daar heb ik weer een diamant voor nodig en 2 redstone. En een cutting knife. Tenminste, dat dacht ik hoor, ik weet het niet zeker. Want dat is de 1K storage. Dat is... 1K storage. Oh nee, dat is ook goud. Oké, dus dat is geen diamant. Wat hadden we nog meer in het boek? De crafting terminal en de precision dingen. Crafting terminal. Crafting terminal, waar sta je nou? Is de access terminal, crafting terminal. Dus dat is 1 goud, 2 goud, dus deze heeft al 2 goud. En dan hebben we nog de bussen, die zijn ook 2 goud per stuk, oké. Dus dat is 6 goud, anders kan ik niet overrekenen. Deze mag hierboven. Die mag hier. Ik kan er in ieder geval 2 maken. Hoppakee. Kijk hoeveel redstone ik nou heb. 1. Alle beetjes helpen. Dan had ik ook weer een zand nodig. Oh ja, deze dingen. Die Certus Quartz dingen. Exotic Seed, Seguro Fruit. Seguro Fruit heb ik volgens mij niet meer nodig. Ik kan het eten. Maar die doet nu niks. En deze doet nu niks. Als het goed is heb ik daar nog... Oh mijn god, wat een tering zo. Werkt dit niet of zo? Waarom valt het ernaast? Wel een gast hier. Pluspunt. Nog een gast hier. Zand, ja. Ik ga weer even wat dust erbij maken. Ja, misschien moeten we toch deze kist ook groter maken. Oh, die ding is zo verraderlijk. Dan hebben we nog een plank nodig. 1 wood, jongens. Niet een hele stek. Zo. En... Oh, dat kan niet natuurlijk. En goud omheen. Wood to iron, dat is deze. En die. Ja, weet je wat, ik ga dit allemaal gewoon in die gouden gooien. Is het alles? Ja. En dit ook. Dan mag deze weg. En... Item filter top, oké. En omdat ik arm ben, zet ik daar wel een lever neer even. Had ik nog sticks? Nee, al mijn sticks zijn op. Ook blijkbaar zijn al mijn planks op. Oh nee, ik heb hier nog 3 planks. Zo, een lever. Die mag hier. En die zuigt alle zooi die we niet willen eruit. Dankjewel voor de kwarts. Ik zou eventueel deze kist hier kunnen zetten. En... Ja, dat heeft niet zoveel zin. Maar ik ga het toch doen. Even kijken, daar wil ik in hebben goud. Iron en tin. Toch? Of aluminium. Ik vind aluminium beter. Alloy. Nou, weet je wat? We doen lead. Lead heb je meer nodig dan aluminium. Lege hand. Oké. Een whitelist. Lood. Lood. Goud. IJzer. Die en die. En die daar. Ik denk dat ik hem nou heb. Dat is even raar. Maar oké. Kijk wat er gebeurt. Nou, zo te zien haalt hij alles eruit wat hij eruit moet halen. En dan doet hij dat hierin. Mooi, 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 mooi. Ja, netjes. En dan kan ik dat straks met een packager omzetten en dan daarin gooien. En dan hoop ik dan zonder problemen dingen te smelten. Waar was ik op aan het wachten? Redstone. Ik heb er alweer 2 bij. En 3 van deze. Oh, mijn kist zit vol. Die moet daar. Volgens mij was het 3 bij elkaar, ja. Dus dat is er weer 1. En we wachten weer op redstone. Ik weet niet hoe dit eruit ziet. Al het is er al doorheen, dus laten we er nog wat zand in gooien. Laten we het zand van hier pakken. Ik heb op het moment meer redstone nodig dan dat ik ja, van die andere dingen nodig heb. En ik zie ook dat de kist van de boiler vol begint te raken. Dat is ook best naar. Nou, zand erbij. Het zand erover. En dan even kijken. Dit ding. Ik ga hem weghalen. Ik word er scheidsziek van. Hoppakee. Heb ik iets anders om erin te gooien? Ik ga deze in de prullenbak gooien. Zo naar vind ik hem. Ik glijd er steeds vanaf. Goud. Graveyard zal hier. Greenstained klei. Alsjeblieft. Redstone. Nou, nog 2 redstone. You can do it. Go, 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 go. Dat was geen redstone. En ondertussen heb ik weer honger. Zo, dat was een stekje appelsap. Is dit genoeg voor de laatste? Nee. Het is wel jammer dat redstone heel erg zeldzaam is in dit pack. Nou, niet zeldzaam. Ik bedoel, op een gegeven moment heb ik genoeg redstone om iets te doen. Maar ja, nu niet. Ik ga even wat... limestone vermenigvuldigen. Ik vind het een mooi bouwmateriaal. En dat is ook volgens mij het enige wat je ermee kan doen. Dingen bouwen. We hebben een hamer nodig. En dan slaan we op limestone. En ik had er net 16 neergezet. Ik ben benieuwd wat ik eruit krijg. ...59, kijk. Dat bedoel ik. En dan kan ik weer mijn basis of mijn plateau mee... want hé, het ziet er heel cool uit. Dus waarom niet? Ik weet niet of het cheaty is of niet cheaty. Het boeit me eigenlijk niet. Volgens mij kan je er alleen maar mee bouwen. Dus ik vind best, ik vind perfect. Oh, nou ja. Het ziet er ook mooi uit. Niet zoeren. Dat vind ik, niet zoeren. Ik denk dat ik hier de torch neer ga zetten. En even verder gaan met uitbreiden. Zonder eraf te vallen. En terwijl ik dat doe, wacht ik ook op redstone. Kijk, ik heb er alweer 2 en ik denk dat dat genoeg is voor de laatste. En dan kunnen we ja, weer wachten op redstone, want we hebben redstone nodig voor alles. Redstone is een enorm ja, veel gebruikt onderdeel bij deze mod. Redstone, ijzer en goud. Dus zorg ervoor dat je er veel van hebt en niet dat je zoals mij bent en ja, met 1 redstone gaat beginnen. Want ja, dat is gewoon zonde. Nou ja, ik had 12 redstone. Wel eerlijk blijven. Goed. Oh, ik heb echt plek nodig. Ik zal wat cobblestone weggooien. Ja. Ik heb genoeg cobblestone nog. Sorteer. Is dit zand? Ja, oké. Redstone hier. Deze hier. Waar gaan we eerst mee beginnen? Laten we beginnen met de 1K storage. Dat is 4 redstone en 4 van die. Dus nog 2 redstone. Yay. Ik heb nog een stack zand. Dat kunnen we eventjes pulveren. Komt hier nog zand in? Nee. Maar ja, we hebben genoeg dust, dus daar ligt het niet aan. Het is gewoon een kwestie van geduld. Oh ja, en 4 van die kwartsdingen. Daar heb ik er 9 van. Nou, schiet op met je redstone. Wij wachten. Gaat het hier? Explodeert het niet meer? Nee, want het zit vol. Typisch. Dan heb ik het niet over die indianenhuizen. Ik vind het typisch dat het vol zit. Goud. Nee. Oké, dit duurt lang, jongens. Heel lang. Zullen we maar gelijk een reactor bouwen? Hebben we dat ook gehad? Oh, deze moet hier. Volgens mij kon je deze ook bij elkaar doen. En dan heb je ook weer zonzand. Even kijken, nog steeds geen redstone. Wat gebeurt er allemaal, jongens? Oh, je kan ook van Certus Quartz die maken, dus. Of van Quartz Dust kan je dus een gewone maken, dus. Oh, dat is handig. Dat is zeker handig. Nou nog redstone. Ik zie wel dust verdwijnen, maar er komt gewoon niks uit. Ik ben het even aan het helpen, want anders dan zitten we een half uur te kijken naar een kist. Ah, kijk, daar bij redstone. Nou, dat is de core, of de storage cel. Dan moet er nog een verpakking omheen. En ja, daar hebben we weer redstone voor nodig. En glas. En 3 iron. Hoppakee. En als ik geluk heb, zit er nu 3. Er is hier iets wat heel raar doet. Nou, ik heb dus geen geluk. Nou, laten we het er even doorpersen. Ik zag wel iets roods, ik weet niet of het redstone was. Dat was 1 redstone. Nou, nog 2 jongens. Dat is een dust, dus geen redstone. En ik kan natuurlijk meer automatic bla 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 op zo'n plankje zetten, of op zo'n safeje. Maar ja, het schiet niet op. Ik kan natuurlijk ook de server aan laten staan en dan uitloggen. En dan heb ik de volgende keer een hele volle kist. Dat kan ik wel gaan doen. Misschien dat ik dat ook wel ga doen. Want ja, ik weet niet wat het is vandaag, maar het schiet niet op met de redstone. Normaal als ik er wat dust in doe, dan... kijk, er zit echt genoeg dust in. Maar echt geen idee waarom het zo traag gaat. Ah, weer een redstone, jee. We zitten al bijna aan het einde van de aflevering. Zo zie je maar dat ik niet eens in 40 minuten een ME-systeem kan maken. Maar we hebben wel wat gedaan. Ik bedoel, we hebben de kisten hebben we mooi, mooi geordend. We hebben een apparaat gemaakt wat troep maakt. Zo te zien, heel veel troep. Dankjewel voor troep. Zou hij ruzie met die kist hebben? Zou dat het zijn? Oeh, Nether Wart. Dat is ook heel goed. Want dan kunnen we endermans maken en andere beesten. Het lijkt wel alsof die collector gewoon niet werkt. Ik zet deze heel even uit. Als ik die kist er nou op zet. Oké. En dan zet ik hem weer aan. Het is wat er gebeurd is. Er valt Nether Quartz uit. Zou het te maken hebben met dit? Dat hij het hier wil doen en niet in de kist? Laten we de zekerheid... Kijk, maar die komt wel in de kist. Want ik heb nog nooit gehad dat die dingen zo lek als een mandje waren als deze. Blauw, leeg. Dan hebben we weer een servotje nodig. Oh, gelukkig nog maar 1 soul cent. Whitelist, dus alleen soul cent. Hoppakee. En gaan. En nog valt het eruit. Heel raar. Maar misschien toch een vacuumhopper maken. Als je teruggooit komt het wel erin. Dus ik weet even niet waar het aan ligt. Het goede nieuws is, hij zit alweer vol. Ik ga hier dust van maken. En we hebben weer 3 redstone. Dus tada, een 1k storage. Dan denk ik dat het enige wat ik nog kan maken de kabel is. Waar is het? Hier, ME kabel. Want daar hebben we plastic en nether quartz. Ah, dus we moeten nether quartz pulverizen. En die pulverijzers daar wil ik niet gebruiken. En ik heb deze nog. Waar ga ik die neerzetten? Oh, gewoon hier. Zo, en dan dit ding hierop. En dan gaan we eraan zwengelen. En dan hebben we een nether quartz. En dus als je dus nether quartz pakt, redstone. En certus quartz. Dan krijg je Fluix Dust. Maar als je er plastic bij doet, dan krijg je er dus 4. Dus 2 of 4. En ja, ik vind 4 wel mooi. Want deze hebben we weer nodig. Die doe je zo. En dan kan je daar glas omheen doen. En dan krijg je 3 kabels. Maar als je er plastic omheen doet, krijg je 4 kabels. En die kabels hebben we ook nodig voor het maken van allerlei fancy dingen. Zoals de importbus en de exportbus die we moeten gaan maken, want daar zitten sowieso de kabel zelf nodig. En dit ding, daar hebben we kwarts voor nodig, zag ik. Nou, pak gewoon een stek. En we hebben kwarts van hier nodig. Oké, 35, daar kunnen we al wat mee. En ik weet het, we zijn over de 40 minuten grens heen. Maar ik wil in ieder geval nog een interface maken en daar een kabel van maken. Dus dan doe ik dat. En dan laat ik de server wel aanstaan. En dan kijk ik wel wat de troep is als ik weer inlog. Maar dan hebben we in ieder geval een voorraadje, zodat ik de volgende keer kan craften. Dat is eigenlijk hetzelfde als AFK staan erbij. Goed, de interface. Daar hebben we een matrix voor nodig. Wat hebben wij niet van de matrix? Waar staat een matrix? Geen idee. We hebben het ijzer. We hebben Fluix Dust. Ah, we hebben de basic processors niet. Nou, let's try it again. Eén matrix kon ik eruit halen. Nou, dat is precies genoeg. Dan hebben we hier een interface. En dan hoop ik dat ik nog één redstone heb. Ik heb er twee. Mooi. Want ik moet een piston maken. Verder, dan gaan we de crafting terminal maken en de precision import bus. En dan ga ik kijken waar ik het ga neerzetten op mijn eiland, zodat we ja, wat meer alle inventories bij elkaar gaan hebben. En ik wil alles erop aansluiten, de hele basis wordt op dat ding aangesloten. Gewoon omdat het ten eerste makkelijk is. En ja, het is gewoon... dan kunnen we echt gaan craften, dan kunnen we echt gaan beginnen te overleven. Ondertussen heb ik ook nog vis. En met deze vis ga ik jullie gedag wensen. En als ik niet blijf chillen, viel er bijna af. Nou jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag allemaal, dag!